Het ministerie van Defensie heeft 950 personen minder op haar betaalrol, deelde minister Krishna Kumari Mathura gisteren mee tijdens een persconferentie. Hiermee is het personeelsbestand van de organisatie met 20% gedaald, wat een besparing van 220 miljoen SRD is voor het ministerie. Als we per persoon gemiddeld nemen, 20.000 SRD per persoon. En daarin hebben we dus de salariskosten, de overheadkosten, de PSU, dus uniform, pet, schoen, alles. Medische kosten, alles. 20.000 per persoon, dat kunt u uitrekenen dat we inmiddels 250 miljoen op jaarbasis bespaard hebben op onze begroting. En wat we voornemens zijn, is dat we met dit geld dit gaan terug investeren in de defensie. Minister Mathura zei ook dat Defensie in haar HRM-systeem heeft geïnvesteerd. Het ministerie streeft naar een volledig geautomatiseerd systeem dat efficiënter is. We hebben vorig jaar de servers gekocht, de scanners gekocht. En we hebben een softwareprogramma ontwikkeld, laten ontwikkelen. We zijn in zee gegaan met een externe consultant. Wat we nu hebben is dat de laatste hand gelegd wordt in het invoeren van de data. En binnen 2 maanden hebben we onze HRM-systeem operationeel, alle data ingevoerd, volledig geautomatiseerd. En dat geeft ons ook meer efficiëntie en meer effectiviteit in het aanpakken van dus HRM-zaken. Het loopbaanbeleid, het opleidingsbeleid, het bevorderingsbeleid, instroom, doorstroom, uitstroom, alles, beloningsbeleid, geeft ons meer efficiëntie. Verder wil het ministerie per 31 juli 150 nieuwe mensen werven. De werving en selectie zijn volgens de bewindsvrouw in volle gang. Alleen de medische keuring moet nog plaatsvinden.